Dus ja, het was wel een bewogen tijdje, ga ik zeggen. En vooral dan ook doordat de huisarts zei van, binnen 2 jaar ging er hier geen sprake niet meer geweest zijn van Adin. Van hashtag skin memories. Maar dat kan veranderen, want die foto's kunnen nu ingezet worden om huidkanker tegen te gaan.